Wij brushen maken generatoren, zoals vier polen, zoals twee polen. Voor de gas- en olieindustrie, maar ook voor geothermische toepassingen. Daarnaast hebben we een gedeelte hier in de kerk voor aftermarket. En daar doen we met name de twee polen reviseren. Bij de productie van een vierpoler komt echt een hele hoop kijken. Het begint eigenlijk al met het gesprekken met de klant wat ze precies willen. En dat wordt vertaald door engineering naar tekeningen. Vervolgens worden er dingen ingekocht. En sommige, zoals bijvoorbeeld staathuis, dat kopen helemaal in. Maar de staten spoelen of rode spoelen, die maken we hier helemaal intern. En alles doen we hier intern assembleren. Uitbalanceren tot de hele generator naar de klant geleverd kan worden. De stator, als hij helemaal volgelegd is met spoelen, dan moet hij geïsoleerd gaan worden. En dan gaat eerst het hele pakket in de oven om voor te drogen, dat al het vocht eruit is. Vervolgens plaatsen we het pakket in een vacuümketel. Dan wordt hij ondergedompeld in een epoxyhars. Waarom vacuüm? Dan trekt hij het al het lucht trekt hij eruit en daar komt dan epoxyhars in te zitten. Na een bepaalde periode dan halen we hem er weer uit en plaatsen we hem weer terug in de oven. En in de vorige situatie werd hij daar statisch ingeplaatst en werd hij zo uitgehard. Maar nu willen we roterend gaan uitharden, zodat de epoxyhars egalig over het pakket wordt verdeeld. De voordelen van de nieuwe applicatie in combinatie met de aansturing voor het roterend uitharden is dat dat alles geautomatiseerd is. Vroeger dan moesten we iedere stap met de hand inschakelen en tegenwoordig gebeurt dat gewoon automatisch. Dat betekent dat mijn collega Arie die hoeft dan niet meer in het weekend terug te komen. En daarnaast hebben we ook een aantal beveiligingen ingebouwd. Dus als je temperatuurafwijkingen krijgt, dat je dan op tijd een signaal krijgt van hey, er is iets aan de hand. Wellicht moeten we even gaan kijken om het proces bij te sturen. Jumo is een producent voor sensors en automation producten. Jumo is een Duits bedrijf en alle producten worden ook gefabriceerd in Duitsland. Jumo Nederland is een verkoopkantoor, een volwaardige dochter van Jumo Duitsland. Wij verkopen temperatuursensoren en automatiseringsproducten en oplossingen. En voor de temperatuursensoren hebben we voor de klantspecifieke applicaties en vragen ook nog een kleine productieafdeling waar op dit moment vier mensen klantspecifieke sensoren bouwen. Bruce heeft een uitdaging en deze uitdaging is om in het statorpakket, wat ze al jaren zo op dezelfde manier maken, de temperaturen die in het statorpakket aanwezig zijn goed te kunnen registreren en ook te kunnen gebruiken. De uitdaging is om deze temperaturen draadloos vanaf een bewegend object te versturen naar een applicatie waarbij we de temperaturen kunnen ontvangen en ook kunnen gebruiken in de data om de besturing aan te sturen. Jumo werkt al jaren samen met klanten. We zijn niet alleen maar een productleverancier, maar we zijn ook een oplossingsleverancier. We denken graag mee met klanten. We komen daarom ook vaak bij klanten en we gaan dan samen met de klant kijken welke producten het beste geschikt is om zijn uitdagingen daarbij op te lossen. Hier is voornamelijk de uitdaging geweest dat de levensduur van een batterij veel langer moest zijn als dat de huidige applicatie aan voldeed. Daarnaast was het aantal zenders ook wel behoorlijk hoog. Eén temperatuur overbrengen is misschien nog makkelijk, maar als je naar 2 tot 10 tot 16 temperatuursensoren gaat op eenzelfde as, dan wordt het een behoorlijke uitdaging. Als we kijken naar het draadloze systeem van Jumo, dan zien we dat we niet alleen temperatuur uitlezen, maar dat we met de Modbus-communicatie nog meer informatie kunnen ophalen. Het draadloze systeem verzorgt de draadloze overdracht van onder andere een temperatuursensor als een van de variabelen die dat systeem ook kan. Daarnaast zijn er ook andere parameters belangrijk, zoals bijvoorbeeld signaalsterkte. Hoe sterk komt een signaal nog binnen en is het nog in bereik van de ontvanger? Dus dat is ook een parameter die uitgelezen kan worden. Daarnaast hebben we de batterijspanning, want het zou erg vervelend zijn dat als je een proces start, dat je halverwege het proces erachter komt dat het signaal wegvalt omdat de batterijen leeg zijn. Dat zou bij de huidige applicatie kunnen betekenen dat een product wordt afgekeurd.
En als een product misschien wel miljoenen euro's kost, dan word je daar niet vrolijk van. Leverancier zijn betekent niet alleen maar producten leveren, maar ook het product ondersteunen. Ondersteunen is in dit geval dat we mee hebben gekeken naar de gebruik van de software, het installeren van de software en de juiste oplossingen die het product al in zich heeft, ook te benutten en ook te gebruiken in de applicatie.